قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ فؤادك يملأه القرآن. Ik ben Mohammed Louaroudi. Ik ben docent Koran en Wetenschappen hier in Jisr al-Amana. Ik heb de Koran gememoriseerd toen ik 13 jaar was. Natuurlijk bij verschillende shuyukh, verschillende leerkrachten die mij daarin hebben geholpen. Daarna ben ik naar Frankrijk gegaan en daar heb ik dan, dus ben ik mij, heb ik mij laten verdiepen in de verschillende leestijlen. Er zijn 10 verschillende leestijlen. En die 10 verschillende leestijlen kan je nog eigenlijk ook verdelen in 20 leestijlen. Dus elke leestijl bevat 2 leestijlen. En elke leestijl van die 2, dus van die 20, kan je ook op verschillende manieren lezen. Het bekendste bij de Marokkanen dan, de Marokkaanse gemeenschap, is Riwayat Warsh. En bijvoorbeeld Hafs, Riwayat Hafs, vind je terug in andere landen zoals Saudi-Arabië, de Oosten in het algemeen, Egypte, Turkije en zo verder. En de andere leestijl is niet beter dan de andere leestijl. Het is eigenlijk gewoon een manier van de recitatie van de Koran. De geleerde waar ik op eigenlijk de leestijl heb bestudeerd, wil ik natuurlijk ook bedanken. De eerste sheikh waar ik heb geleerd is Sheikh Shisti Mohammed. Hij kent ook de 10 qira'at. Daarnaast wil ik ook Qari Youssef bedanken. Want hij is degene die mij heeft geholpen om de Koran te memoriseren. En ook hij heeft me eigenlijk de basis meegegeven van de leestijlen. En ook hoe dat je de Koran reciteert, de tajweed. Bovendien wil ik ook Sheikh Saïd Bouhdifi bedanken omdat hij mij geholpen heeft om de 10 leestijlen te memoriseren en te kunnen toepassen en ook te kunnen reciteren. Daarnaast wil ik ook Sheikh Farid Oyaliz. Hij is een geleerde in de 10 grote en de 10 kleine leestijlen. Nu, uit mijn ervaring heb ik genomen dat de meeste moslims de Koran heel graag willen reciteren en dat doen ze ook. Maar aan de andere kant vergeten ze dat de Koran eigenlijk op een bepaalde manier moet gereciteerd worden. En daaraan moet iedereen houden. En de tajweed, dus de correct reciteren van de Koran, is heel belangrijk. Want als je kijkt naar imam Ibn al-Jazari zegt van degene die niet zijn recitatie verbetert, dit eigenlijk tot zonde kan leiden. Dus wij eigenlijk moeten de Koran op een manier, op een juiste, correcte manier reciteren. Als je dat niet kan, is dat geen probleem. Maar je moet wel trachten, je moet wel proberen op een juiste en correcte manier te reciteren. In Jisr al-Amana hebben wij een departement Koranstudies. Daar heb je eigenlijk 2 grote delen. De eerste deel is Koranmemorisatie. 3 belangrijke zaken waarmee we bezighouden wat betreft Koranmemorisatie. Dus memoriseren, toepassen van de regels en de theorie onder de knie hebben. Dus de tajweedregels. Buiten de Koranmemorisatie hebben wij ook een onderdeel, dat is de ijaza. En daar gaat de student die de Koran al kent, gememoriseerd heeft, gaat hij dan de verschillende leestijlen beginnen bestuderen. En als de student bijvoorbeeld heel de Koran heeft gelezen op de sheikh, de leerkracht, dan kan hij een getuigschrift, een soort getuigschrift, dus een soort ijaza, ontvangen. Er is wel een verschil tussen getuigschrift en ijaza, dat is dat de sheikh gaat kijken of dat je in staat bent om heel de Koran perfect kunt lezen. Als je dat kan, geeft hij je eigenlijk de toestemming om de Koran te lezen, te reciteren. En dat kan ook dat hij je de toestemming geeft om de Koran eigenlijk door te geven, te onderwijzen aan andere mensen.
Nu, de ijaza is eigenlijk, bevat eigenlijk een keting tot de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dat wil zeggen, wanneer je op een sheikh gaat studeren die de ijaza heeft, dat hij eigenlijk op een sheikh heeft gestudeerd en die sheikh dus zijn leerkracht op een andere en zo verder tot de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ فؤادك يملأه القرآن